Goedemorgen en welkom bij de volgende vlogmas. Het is vandaag zondag 4 december. Mijn kamer is echt een troep. En dat komt omdat iemand een feestje geeft in een ski. Met een skithema. En ik moest even voor twee vriendinnetjes even een hoofdband zoeken. Die heb ik nu gevonden. Het is al echt 11:50. Heerlijk uitgeslapen. Gisteren twee films gekeken uiteindelijk. En toen ben ik om 12 uur gaan slapen. Ik viel ook echt in slaap. Ik heb ook zo geen spijt dat ik gisteravond niet weg ben geweest. Vandaag zondag. Ik heb nog geen flauw idee wat ik ga doen vandaag. Het enige wat ik wel zeker weet is dat ik even een begin moet maken aan mijn schoolopdracht. Ik moet namelijk voor dinsdag een research plannen hebben gemaakt over een verhaal dat ik ga schrijven. En ik moet aan dat verhaal zijn begonnen en ik moet al 500 woorden hebben geschreven. Maar goed, gelukkig ben ik morgen ook nog vrij, dus mocht het vandaag er niet van komen of ook gedeelte ervan komen, dan kan ik het morgen ook nog doen. Ik heb heerlijk geslapen. Dit pakje is echt top. Primark, echt. Ik zei het gisteren ook al. Ik zeg het nu nog een keer. Ik vind zo'n leuk pakje. Ik vind het echt heerlijk. Volgens mij gaan we nu samen ontbijten. En ik wil dat denk ik, want ik werd al gebeld. Of ik naar beneden wilde komen. Maar goed, ja. Het is vandaag gewoon even een lekker chill dagje. Kamer op moet opgeruimd worden, de was moet gedaan worden, et cetera. En huiswerk, dus we zien het allemaal wel. Voor ontbijten, lekker met worstenbroodjes. Lekker hoor. Wij hebben dus nu zuivelspret gekocht bij de Albert Heijn. Omdat het dus blijkt dat alle andere boucets en dat soort dingen niet gezond zijn. We hadden een filmpje gezien. Maar dit is een zuivelspret van de Appie. Dit is huismerk toch? 89 cent huismerk. 89 cent huismerk. En die boucet is 3,69 €. Ja, dus. En deze blijkt dus echt heel gezond te zijn. En het proeft echt. Zeg maar, de boucet heeft wel iets meer smaak. Maar deze is net zo lekker. Als je dan moet je zelf er nog iets overheen doen om het extra smaak te maken. Maar dit is echt. Dit is meer voor onder de pizza's en. Onder ja. Maar hij is gewoon echt lekker. Ik ben even al de douche gesprongen en heb even dit aangetrokken. Deze cargo pants van de Primark en de trui ook. En ik doe zo even mijn uksen onderaan. Ik ga nu ook even naar de Action. Ik heb namelijk Heatless Curls gezien. Ik zal ze even laten zien. Deze. Deze kun je nu bij de Action kopen en hij is maar 1,60. Dus ik ga even op pad te kijken of ik ze kan vinden. Dus we hebben hier twee Actions. Dus ik ga ze gewoon even af. En dan neem ik er gewoon even een paar mee naar huis. Want ik wil deze zo graag hebben, al echt een tijdje. En de top is nu ook dat ik net mijn haar heb gewassen. Dus het is nog niet helemaal droog. Het is wel koud buiten, maar goed. Als ik terugkom kan ik het gelijk indoen. Als ze hebben. Dus ik hoop dat ze hebben. Ik ga gewoon even kijken. Ik ga gewoon even op pad. Bij deze Action hebben ze het niet. Dus we gaan gewoon naar de volgende. Om te kijken of ze het daar wel hebben. Het is echt heel erg koud buiten. Echt heel erg koud. Mm-hmm. Ik ben allebei naar de Action geweest. Hebben ze niet. Hopelijk komen ze morgen binnen, zei ze. Wat ik wel heb gekocht is deze haarborstel. Want ik ben sinds vorige... Is dat sinds vorige week? Ja. Dus 2 weken geleden. Vorige week. Vorige week. Dacht ik vlak voordat ik naar school ging, had ik vettig haar. Ik doe wax in mijn haar. Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik wax in mijn haar heb gedaan. En daar heb je eigenlijk zo'n borstel nodig als deze. Dat je dan strak maakt. Dus die heb ik gekocht. En deze. En deze doe je dan op je ogen. Je kan deze in de magneton leggen. Ja, verwarmen in de magneton. Of koelen in de diepvries. En dat verlicht. Ik heb niks voor jou, snoepjes, Sammy. Dit is... Nee, dit is geen snoepjes. Oh, dit zijn geen snoepjes. Kijk, idioot. Kinderhond. Nee, ik heb niks. Dit moet je ook niet openmaken met honden, want dan denk je dat ze een snoepje krijgen. Voilà, zie je? Ah, ja, maar... Got you fooled. Oké, nu moet ik ze wat geven. Ik tand zo jullie ook, zeg. Kippenpot. Kippenpot. Wat is dit?
Een kalkoenenpoot. Nee. Een kalkoenenpootje. Gadverdamme. Het is... Maar goed, deze doe je dus op je ogen. En dan dit gedeelte doe je dan op je ogen. En dat kan je dus zo verwarmen en verkoelen. En ik heb meestal als ik uit ben geweest, of als ik aan het snotteren ben, krijg je heel snel opgezette oogleden. Dus dan werkt het top. Dus dat heb ik uiteindelijk gekocht. En morgen hoop ik nog even langs de Action te gaan. Oh, is het niet hier, dan is het wel in Almere. Want ik ga morgen met mama naar Almere planten. Het is een soort van intratuin met alleen maar kerstspullen. En dan hoop ik dat ik hem dan wel kan hebben, want ik wil hem graag hebben. Mijn kamer heb ik al een klein beetje opgeruimd. Alleen, dit is zeg maar een soort van mijn werkplek. Dat is echt een troep. Omdat onze kamer gewoon niet opgeruimd kan worden. Omdat er elke keer een... Elke keer wordt er gezegd dat een man komt om onze raam te doen. En elke keer zegt hij af. En die man komt dus steeds niet. Maar we gaan gewoon door dat hij een keer wel komt. Want we hebben gewoon al betaald ervoor. Maar ik word gewoon gek van mezelf. Dat ik gewoon niet een normaal opgeruimd bureau heb. Er liggen ook echt allemaal spullen die ik gewoon maandelijks gebruik. Maar goed, ik moet ook even wat editen. Voor de vlog die vanavond online moet komen. Even kijken. Ik heb ook nog echt allemaal munten over van het feest van vrijdag. Oh, er ligt hier echt van alles nog wat. Oké, we gaan eventjes editen. Ik zou dat verhaal gaan schrijven, maar goed... We gaan gewoon eventjes editen. En dan zien we het dan wel. Morgen heb ik ook nog de tijd. Maar eigenlijk moet ik het gewoon... Kijk, als ik vandaag al een gedeelte schrijf, ben ik wel echt heel blij met mezelf. Denk ik. Nee, ik weet wel zeker dat ik dan echt blij ben. Maar oké, ik heb wel mijn kamer opgeruimd. Just saying. Ik heb wel wat gedaan. En ik heb de verwarming aangezet. Alleen... Het blijft gewoon echt koud. Mijn hele handen zijn bevroren. Ik heb hem ook echt tegen me aangezet. Hij zat ook op maximaal. Maar ik heb het gewoon echt steen en steen koud. Oké. Ik kom nu dus tijdens het editen achter dat bijvoorbeeld nu de vlog van gisteren duurt echt maar 10 minuutjes en 50 seconden. En even kijken, de vorige vlogs zijn ook volgens mij, vlogmas 1 en 2 zijn volgens mij ook onder de 15 minuten. Ik merk gewoon dat ik echt nog te weinig aan het vloggen ben. Maar eigenlijk is het dus gewoon de vraag van hoe lang willen jullie ongeveer dat de vlogs zijn? Hier, vlogmas 1. Is bijna 12 minuten. En de tweede vlogmas is 14 minuten. Nou, vandaag dus de 10. En degene die ik nu aan het filmen ben, dus deze, is de vierde. Ik denk dat die wel iets langer duurt. Maar ja, ik wil ook niet van die onnozele dingetjes filmen ofzo. Maar is dat wel leuk, ja of nee? Ik weet het niet zo goed. Laat me eventjes weten. Ik denk dat ik het ook wel even op mijn verhaal zet. Omdat ik merk dat niet altijd iedereen hieronder reageert. En wel meer mensen reageren op mijn Instagram. Ik ga het gewoon proberen. Ik ben natuurlijk dagvloggen totaal niet gewend. Ik deed het altijd in weekvlogs. En ik merkte gewoon dat je dan vooral grote dingen gaat filmen. Omdat je toch een hele week vlog, een hele week hebt. En nu ben je aan het dagvloggen. En er gebeurt misschien één groot ding op één dag. Dus ja, ik ga proberen om meer te filmen. En als ik het niet leuk vind, kan ik het er altijd uithalen. Dus, maar goed, ik zal het toch nog even op mijn Instagram zetten. Voor het geval dat
daar mensen wel op reageren. En ik misschien toch iets verder geholpen kan worden. Met tacos. Oh my god. Zo lekker. Ik denk dat dit oprecht een van de lekkerste Mexicaanse recepten zijn die er bestaan. Tacos. Nou, dat kan niet. Burrito, dat moeten we ook nog een keer eten. Ja, met bonen. Ik vind het knapperig juist zo lekker. Maar je hebt ook zachte tacos, hè? Weet je dat? Het is nu 10:30. Iedereen gaat naar bed toe, dus ik ga ook maar naar bed toe. Ik heb echt maar een paar woorden geschreven voor mijn verhaal. Ik denk dat ik nu op 40 woorden zit of zo. En ik ben nu de nieuwe Boos aflevering aan het kijken. En daarna ga ik slapen. Morgen lange dag. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer even op dit kanaal. Like even deze video. Boven aan de knop. En dan zie ik je morgen bij de volgende vlogmas. Doeg! Fijne avond en slaap lekker allemaal. Het is vandaag zondag. En morgen is een nieuwe week. Je kan je zo'n... Hoe heet zo'n... ASMR. ASMR. Ja, vanavond heel erg lekker zachtjes slapen. Jij bent echt niet goed. Lekker dromen over mooie dingen. En we willen dat we een witte kers krijgen. Oké. Doei!